Goedemiddag. Welkom allemaal bij een nieuw interview van de Studentenstemwijzer. We vragen lijsttrekkers het hemd van het lijf over belangrijke jongerenthema's, zodat jij en wij straks wat zekerder in dat stemhokje staan. Vandaag interviewen wij lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, enthousiast black metal fan en gedreven activist Esther Ouwehand. Welkom, wat fijn dat u er bent. Dankjewel. Ja, ik zit hier ook samen met mijn mede-interviewer Lois. Leuk. Zullen we gewoon je en jij zeggen? Ik ben Esther. Is helemaal goed, we gaan het proberen. Jullie zijn natuurlijk keurig opgevoed, begrijp ik goed. Ja, precies. Maar ik maar vind je en jij wat ontspannender. Wat gezelliger. Dit is ook een ontspannen stemwijzer, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en even wat achtergrond. Je zit al bijna 15 jaar in de Tweede Kamer. Ja. En de Partij voor de Dieren begon toch een beetje als het lachertje van de klas. Werd soms zo gezien. Maar inmiddels zijn jullie op 7 zetels in de peilingen. Ja. En hebben jullie ook aangegeven klaar te zijn om te gaan regeren. Ja. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar voordat we daarmee beginnen, willen we eerst nog weten, ben je er ook klaar voor om met ons het vuurpeloton te spelen? Vast wel. Ik neem aan, niet met live ammo. Dus ik heb alle vertrouwen in dat het een vreedzaam vuurpeloton zal zijn. Okay, ja, ja. Goeie antwoord. Nou ja, het vuurpeloton houdt eigenlijk in dat we een aantal keuzes geven, een aantal dilemma's. En die moet je zo snel mogelijk beantwoorden. Oh, zo snel mogelijk? Zo snel mogelijk. Zonder toelichting. En dan achteraf kunnen we een beetje praten over. Dus achteraf kan ik de nuance aanbrengen. Zeker. Okay. Dus nou, laten we beginnen. Ja, ik ben benieuwd. Tot 3 uur wakker om te studeren of tot 3 uur in de club? Studeren. De feeststapel halveren of de basisbeurs terug? Oh, nee. Deze is gemeen. Je moet kiezen. Deze is gemeen. De feeststapel halveren. De zesjescultuur of overambitieus? Zesjes. Black Sabbath of Caius? Oh, wat een gemeene vragen. Caius. En elke maaltijd van de dag vlees eten of overal naartoe vliegen? Dan maar vliegen. Nou, dat waren ze. Oké. Maar jullie hebben echt onwijs je best gedaan om super moeilijke vragen voor mij te verzinnen. Oh. Nou, complimenten en dank, maar heel moeilijk. Ja. Wil je ze een beetje toelichten misschien? Of ja, zullen we ze nog even doornemen? Wat was de eerste? Die vond ik gewoon... We gaan er eentje toelichten. Dus misschien de feeststapel halveren of de basisbeurs terug? Ja, nou dan kies ik dus toch voor minder dieren, omdat... het doet me wel pijn, want wij zijn altijd een voorstander geweest van de basisbeurs en hebben ons ook verzet tegen het leenstelsel. Maar als je kijkt naar het lange termijn belang van jongeren, dan moeten we wel echt de klimaat- en de biodiversiteitscrisis gaan oplossen. Want als we dat nu niet doen, dan worden die kosten ook nog eens naar jongeren doorgeschoven. Maar ja, het was gelukkig een moeilijke vraag, omdat jullie best wel weten dat ik voor allebei ben. Behoud van de basisbeurs en krimp van het aantal dieren in de veehouderij. Misschien stiekem wel zo gedaan, ja. 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 Ja, daarnaast hebben we het natuurlijk ook gehad over metal. En ja. Volgens mij heeft Vice uw muzieksmaak ooit de meest obscure muzieksmaak van het buitenhof Binnenhof. Ja. Genoemd. Bent u daar trots op? Nou ja, het is wat het is, maar mensen vinden dat wel grappig en spannend. En ook wel verrassend, want ze zien mij als... Nou ja, het is niet per se een vrouwelijke muzieksmaak. En dan ben ik ook nog eens niet zo groot. En dan vinden ze me aardig. En dan zeggen ze, wat? Luister jij naar die herrie? Ja, dat is wat het is. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Want ik vind dat het wel leuk als je onverwachte kantjes aan je persoonlijkheid hebt. Zeker, ja. Ja, en ik ben een heel vrolijk mens. Mensen hebben vaak van metal ook een beetje het idee dat dat allemaal heel zwaar is en zo. Maar ik ben juist heel opgewekt. En al mijn vrienden in die scene ook. Dus ik kan ook een beetje de vooroordelen over die scene doorbreken. Is misschien ook wel leuk. Ja, ja. Zeker. Nou, nu willen we eigenlijk verder naar stereotypes met betrekking op de partij. De Partij van de Dieren in dit geval. En wat wij eigenlijk zagen toen we dit interview bij onze volgers gingen voorleggen, is dat heel veel mensen zoiets hadden van, oké, Partij van de Dieren, die zijn er voor het belang van de dieren, dat is heel mooi. Maar wij zijn wel allemaal mensen en daar komen ook belangen en wensen bij. Hoe zit het eigenlijk daarmee? Wat zijn jullie er ook voor de mensen? Wat is daar? Ja, we krijgen die vraag heel vaak. Ja. En ik vind dat juist wel leuk. En het geeft ook aan wat het effect is van zo'n expliciete naam kiezen. Mm-hmm. De Partij voor de Dieren is uniek. En alleen al onze naam maakt dat wakker in mensen. Je wordt echt geprikkeld om te denken van,
Partij voor de Dieren, wat is dat eigenlijk? Beetje raar, waarom is dat nodig? Dus je zet mensen meteen aan het denken. En wat wij heel graag willen is, we zijn ook de enige partij die een zogenaamde ecocentrale visie heeft. Hè. Alle andere partijen redeneren toch primair vanuit een gedachtegoed dat gaat over de korte termijn belangen van de westerse mens en zijn geld. En dan kijken van, oh, maar hoe kunnen we dan ook beter zorgen voor de aarde en dierenwelzijn respecteren en zo. En wij zeggen, begin nou aan de andere kant. Begin bij de kwetsbare belangen en dan zie je vanzelf dat de fundamentele, de wezenlijke belangen van de mens, dat je die ook in het oog hebt. Dus de dingen die wij doen gaan veel meer over de lange termijn. En nou, met de coronacrisis, ik zie mijn boek daar al liggen, dus daar gaan we het straks vast nog over hebben. De coronacrisis laat heel goed zien dat als we blijven denken dat de mens buiten de natuur staat en zelfs daarboven als een alleenheerser, dat dan onze wezenlijke belangen heel erg in het gedrang komen. We hebben nu te maken met een gezondheidscrisis die rechtstreeks het gevolg is van dat denken, hè, dat we met alle andere soorten op de wereld maar kunnen doen wat we willen. En dan krijg je dus dit soort ziekte voor terug. Waardoor, nou, ik ben normaal een hugger. Ik kan niet eens zeggen, hey, hallo, we kunnen niet eens een hand geven. En normaal zou ik even een hug doen, weet je wel. Ja. Daar zijn mensen niet op gebouwd. We zijn sociale dieren. Dus er is een groot verschil tussen het wezenlijke belang van mensen en de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En die horen er, wat de Partij voor de Dieren betreft, dat is één pakket. En ja, de meer korte termijn gemaksbelangen waarvan je denkt, nou ja, prima als je er verder geen schade mee doet. Maar als je daarmee de toekomst van jongeren bijvoorbeeld op het spel zet, dan moeten we daar misschien anders over denken. Ja. Dus wij maken zo'n radicaal andere keuze in uitgangspunt dat ik het heel leuk vind dat we Partij voor de Dieren heten, omdat je meteen mensen ook prikkelt om daarover na te denken. Ja. Ik denk dat het ook een mooi beeld is en dat iedereen dat heel mooi vindt. Maar dat het ook best wel moeilijk kan zijn. Omdat mensen denken van ja, dan moet je moet zo deugdzaam zijn of goed zijn. Daarom vroeg ik me af, kan je bijvoorbeeld ook lid worden van de Partij voor de Dieren als je niet veganistisch eet? Zeker, ja. Ja, de meeste mensen die lid zijn van de Partij voor de Dieren zijn geen vegan. Okay. We staan open voor iedereen. Wat we wel zien is dat de mensen die lid zijn van de partij, die zijn zich wel bewust aan het worden. Dus die doen misschien een meat-free Monday. Of hè, ze beginnen na te denken over wat kan ik in mijn eigen leven voor keuzes maken om bij te dragen aan duurzaamheid. Ja. Maar ik zie het altijd heel erg als een... het moet op allebei de fronten. Ik denk dat persoonlijke keuzes een belangrijke trigger kunnen zijn voor beweging in de politiek. Mm-hmm. Kijk naar een partij als de VVD. Die zal nooit bewegen als zij niet het gevoel hebben dat ook gewone mensen af en toe een vleesvervanger pakken, weet je wel. Dan denken ze, oh ja, gewone mensen, die willen allemaal gehaktballen. En als gewone mensen niet laten zien dat ze ook gewoon een vleesvervanger kopen, dan gaat zo'n partij nooit bewegen. Dus dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd moet de politiek natuurlijk wel aansluiten bij de individuele keuzes die mensen maken voor een duurzame toekomst en niet dat hele beleid saboteren. Als de politiek de vee-industrie blijft subsidiëren, ja, dan kan je daar als vegetariër of als vegan niet tegenop. En datzelfde geldt voor als jij dan kiest om wat duurzamer te leven, maar de politiek blijft de fossiele industrie met miljarden subsidiëren. Ja, ja. Oké, er zijn dus wel mensen die niet veganistisch eten, maar ook gewoon nog vlees? Of worden die wel binnen de eerste weken omgevormd tot... Nee, kijk, we komen vanuit een situatie, en dat geldt voor mij ook. Ik ben ook gewoon opgegroeid met de gedachte dat vlees en zuivel de normaalste zaak van de wereld is. We aten iedere dag vlees. En vanuit zeg maar die situatie kun je dus als individu bewust worden en besluiten je eigen keuzes te maken. Maar daarmee is niet gezegd dat iedereen die is opgegroeid met vlees en die stappen nog niet gezet heeft, dat die niet mee mag doen. We moeten met z'n allen loskomen uit het gebruiken van dieren, denk ik. En ik denk ook dat dat heel normaal is, dat je de hele geschiedenis laat zien dat we dingen die eerst een goed idee leken, dat we op een gegeven moment denken, nou, misschien toch niet. En dan veranderen we. Ja. Zo moet je het zien. Oké, nou goed, we hebben de stereotypes een beetje ontkracht. Ja. Dan is het tijd om ook over de plannen van de Partij voor de Dieren te gaan praten. Want ja, we zitten nu al ruim een jaar eigenlijk in de coronacrisis. Ja. En de laatste tijd verschijnt ook het een en andere rapport over jongeren en vooral de dramatische effecten die het eigenlijk op de jonge generatie heeft. Het ontbreekt ons nogal aan perspectief. Ja. Wat
wil de Partij voor de Dieren voor perspectief bieden? Ja, de coronacrisis is wel echt heel heftig. En ik geef eerlijk toe, toen die net was uitgebroken, iedereen in Den Haag was een beetje in paniek van, jemig, wat komt hier aan, wat moet je doen? En vanuit het voorzorgsbeginsel wil je dan natuurlijk proberen. Ja, die maatregelen waren super heftig, maar het was wel even nodig, hadden we allemaal het gevoel. Maar al snel zeiden wij van, wacht eens even, die scholen zijn dus dichtgegaan. Maar dat heeft al een hele hoge prijs. Dus de Partij voor de Dieren heeft vrij snel gezegd, oké, het bestrijden van het virus is superbelangrijk. Mm-hmm. Maar het is niet het enige dat telt. Dus we moeten ook goed kijken naar de geestelijke gezondheid van Nederlanders. Hè. Wat voor impact hebben die maatregelen op onze gezondheid in brede zin? En dan zie je dat jongeren echt gewoon vooraan staan met de effecten daarvan. Dus wat wij proberen is de ruimte die er is om te versoepelen, die is helaas schaars. Maar wij zeggen, de ruimte die er is, moet als eerste naar jongeren. Okay. Dus scholen weer open. Zorgen dat fysiek onderwijs mogelijk wordt. Desnoods beperkt. Desnoods dat je maar één dag naar college kan met kleinere groepen. Maar dat je elkaar niet kan zien en de hele dag alleen maar achter je computer zit op je eigen kamer en dan 's avonds ook nog eens niet bij iemand op de bank kan gaan zitten. Ja. Vanwege die avondklok. Ja, de prijs is gewoon te hoog. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we zodra dat kan, zodra er ruimte is, dat we versoepelen voor jongeren. En dat de schade die in de tussentijd is ontstaan, dat we studenten en scholieren daar wel bij helpen. Dus dat je de studievertraging die je hebt opgelopen, dat je niet wordt aangerekend. Dat je gewoon een jaar extra mag doen zonder kosten. Dat we universiteiten en scholen ook helpen met ondersteuning van de studenten en scholieren die psychisch in de problemen zijn gekomen. Dus dat, ja, dat proberen we te doen en hopen dat het zo snel mogelijk achter de rug is. Ja, en hoe zou je dat dan voor zich zien? Met als eerst die mogelijkheden weer geven aan jongeren, is dat dan op basis van vaccinatie, dat bijvoorbeeld wanneer de risicogroepen. Ja, die vaccinatie is dan afwachten wanneer daar ruimte komt. Hè. Maar afgelopen week zagen we bijvoorbeeld dat het leek er even op dat de Elfstedentocht gereden zou kunnen worden. Ja. En zoals dat dan gaat in de politiek, dan is er iemand die dat ideetje opwerpt en dan word je gebeld door journalisten van, vinden jullie ook dat de Elfstedentocht door moet kunnen gaan? En toen hebben wij gezegd, nee, als er ruimte komt, eerst naar jongeren. Ik snap dat mensen graag zo'n tocht willen rijden, maar die ruimte is schaars. Dus als je zegt, nou, dan nemen we daar een beetje een risico, want we vinden het zo belangrijk dat het evenement door kan gaan, maar dan weet je dat er meer besmettingen komen. Dan zeggen wij, nee, jongeren gaan voor. Dus als er ruimte komt, eerst de jongeren. Maar, dus dat soort afwegingen. Heel concreet dan, hè? Want het geluid wat wij veel horen van onze volgers zijn echt leeftijdsgebonden maatregelen. Dus bijvoorbeeld, we geven jongeren en studenten weer de vrijheid op het moment dat risicogroepen zijn gevaccineerd. Wat is het standpunt van de Partij voor de Dieren? Ja, nou zo. Dus zodra die vrijheid gegeven kan worden, dan zeggen wij, doe dat meteen voor jongeren. Nou, we hebben het dus nu gehad over de coronacrisis. En een andere crisis die misschien iets verder in de toekomst ligt, is de klimaatcrisis. Ja. En dat is ook voor jongeren heel belangrijk. Binnen jullie partij ook een heel hot topic. Ja. Jullie partijprogramma heet Plan B. Zo is het. En omdat er dus geen planeet B is. Ja. En we vroegen ons af of u een beetje kon toelichten welke maatregelen Partij voor de Dieren voor pleit in Plan B. Opzicht van klimaat. Nou, het komt eigenlijk neer op de aarde leefbaar houden voor mens en dier. En jongeren zullen langer dan ik. Ik ben 44. Jullie zijn misschien 24 of 20. 21, ja. Dus jullie gaan langer op deze planeet rondlopen dan ik. Dat is de bedoeling. En ik vind dat je het niet kan maken om, zeker nu met corona, er is al 60 miljard uitgegeven aan steunpakketten. Hè? Dus je weet dat dat op een gegeven moment weer terugbetaald moet worden. Dat schuif je door naar toekomstige generaties. Dat je dan ook zegt, oh ja, trouwens, we hebben ook nog de klimaatcrisis niet opgelost. En de biodiversiteitscrisis. Dus een van de dingen die sowieso heel belangrijk is, is als je dat geld nu uitgeeft, kijk dan meteen naar wat past wel binnen een duurzame economie. Die blijft binnen de draagkracht van de aarde. En welke activiteiten moeten we gewoon niet meer doen en pas daar je steunpakketten op aan. En dat gebeurt nu helemaal niet. Er wordt helemaal geen rekening gehouden met het toekomstperspectief voor jongeren in die pakketten. Dus eigenlijk
ik heb wel eens in interviews gezegd, je kan ons plan B ook lezen, ons verkiezingsprogramma, eigenlijk als één groot steunpakket voor jongeren. Want die kosten van die klimaatcrisis zullen gigantisch oplopen als we niet de komende periode de maatregelen nemen om hem binnen de perken te houden. Dus wij doen eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de aarde niet verder dan 1,5 graad opwarmt. En daarbij zeggen we de vervuiler moet gaan betalen. Alles wat vervuilt en gebruik maakt van schaarse hulpbronnen, dat moet je zwaarder gaan belasten. En daardoor kan bijvoorbeeld de belasting op arbeid omlaag, wat voor jongeren ook belangrijk is om te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote pijlers die ons verkiezingsprogramma samenvatten. En daar horen dus op korte termijn investeringen bij, zoals een krimp van het aantal dieren in de veehouderij, een hele forse krimp. Maar als je dat doet en je steekt daar geld in, dan komt er ook heel veel grond vrij. Kunnen en een forse krimp is? 75% om te beginnen. Dan komt er heel veel grond vrij, want de helft van de grond in Nederland wordt gebruikt voor de veehouderij. Nou, die gaan we voor een groot deel teruggeven aan de natuur. Zo lossen we de stikstofcrisis ook op. En een deel kun je gebruiken voor woningbouw. Dus dan kun je ook weer zorgen dat die woningmarkt een beetje op gang komt. Want dat is een van de problemen waar jongeren ook mee zitten. Dat er gewoon geen betaalbare woningen te vinden zijn. Dus wij proberen de problemen in samenhang op te lossen. Ja, ja, ja. Ja, wat me ook opviel aan jullie klimaatbeleid. Jullie zijn best wel voor best drastische maatregelen. Een krimp van 75% is het meest drastisch wat er in de Kamer te vinden is. Ja. Maar tegelijkertijd zijn jullie eigenlijk best wel sterk tegen kernenergie, als ik het goed heb. Ja. Terwijl dat toch ook wel wordt gezien als iets, een soort van noodmiddel om toch wel sterk naar beneden te gaan in die CO2-uitstoot. Hoezo zijn jullie daar dan tegen? Nou, omdat kernenergie toekomstige generaties gewoon opzadelt met niet op te lossen gevaarlijk afval. Plus het is gevaarlijk. Als er een ramp gebeurt met een kerncentrale, dan zijn de gevolgen levensgroot. Dus het is een gevaarlijke techniek met een onoplosbaar gevaarlijk afvalprobleem. En daarom hebben wij ons daar altijd tegen verzet. En wij zeggen, je kan het op andere manieren oplossen. Een van de belangrijkste dingen die we moeten doen is natuurlijk energie besparen. Want je kan ook niet heel Nederland volzetten met windmolens. Ja, ik ben dan dus een vegan, dus ik eet geen kaas. Maar ik herinner me een reclame voor een soort light smeerkaasje van jaren geleden. En die zei van, ja, wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af. Dus dat is die was bedoeld gericht op mensen die wilden afvallen. En als je dan dat smeerkaasje deed, dan ging dat goed. Dat geldt ook voor energie. Ja. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dus politici lopen vaak een beetje weg bij dingen die op korte termijn lastig lijken. Energie besparen is natuurlijk gewoon, daar moet je echt een beetje je best voor doen. Maar als je dat doet, dan hoef je niet over te stappen op veel schadelijker energievormen, zoals kernenergie of biomassa, het kappen van bomen om op te stoken in centrales. Dus wij proberen altijd de aanjager te zijn die zegt, nee, maar kijk nou fundamenteler, wat kunnen we oplossen? Welke vervelende technieken kunnen we voorkomen als we gewoon bijvoorbeeld veel energie gaan besparen? Oké, maar stel, jullie pakket maatregelen komt er toch niet helemaal doorheen, want die kans zit erin. Er zijn natuurlijk meerdere partijen die hier plannen over moeten vormen. Of dat het toch blijkt dat al deze maatregelen gewoon niet genoeg zijn om ons onder die 1,5 of 2 graden te houden. Zijn jullie dan wel bereid om een concessie te maken om als noodoplossing toch daarheen te gaan? Of is het echt uit den boze? Ik zou alles op alles zetten om de anderen duidelijk te maken dat we andere keuzes kunnen maken die veel minder ingrijpend zijn. Want energie besparen klinkt ook een beetje van, oh, moet ik dan mijn kachel lager doen of zo? Burgers moet je daar gewoon mee helpen. En je kan daar, we hebben onze energieplannen helemaal door een extern bureau laten doorrekenen van, oké, komen we er dan met die energiebesparingsmaatregelen? Maar het gaat ook gewoon om keuzes. In Nederland staat bijvoorbeeld een kunstmestfabriek die gebruikt 5% van al het gas in Nederland. Die wil dan gaan vergroenen. En die zegt, ja, dan willen wij ook subsidie en we willen windenergie gaan gebruiken. We kunnen ook zeggen, we stoppen gewoon met kunstmest, want het is sowieso frustreert dat de duurzame landbouw. En dan heb je hoppakee 5% van je Nederlandse gasverbruik bespaard. Ja. Dus dat soort keuzes, daar lopen andere politieke partijen een beetje van weg. Want vergroenen is dan, denk ik, nou, dat is altijd goed. Maar je moet veel fundamenteler kijken van, is dit iets wat we nog wel nodig hebben? En zouden we door hier te besparen gewoon andere technieken die veel vervelender zijn lekker in de ijskast kunnen zetten? Nou ja, jullie willen best wel drastische maatregelen, zo'n grote krimp. Ja. De andere partijen, of tenminste de meer groenere partijen, willen 50% in principe in plaats van 75%. En daarnaast zijn jullie natuurlijk voor nog andere maatregelen ook.
Als jullie dan bereid zijn om mee te gaan regeren, in hoeverre zijn jullie ook bereid om dan te schikken naar de partij van andere plannen? Ja, nou kijk, de Partij voor de Dieren is natuurlijk, wij staan voor een radicale koerswijziging. Dus dat is onze belangrijkste voorwaarde. Ik zie wel, en dat is hoopgevend, dat de tijden echt aan het veranderen zijn en dat we leven in een kanteltijd, zoals historicus Philip Blom ook zegt. Mm-hmm. Dat het besef ook bij andere partijen is gegroeid. Dat we gewoon vastzitten in een economisch systeem dat niet veel langer goed kan gaan. En dat je fundamenteel andere keuzes moet maken. En daar zien we al tekenen van, ook in de politiek, zelfs bij de VVD. Die zeggen, oh ja, dat kapitalisme, daar moeten we misschien de rafelrandjes van bijschaven. Nou, dat is lang niet fundamenteel genoeg. Maar dat het ongemak ook bij andere partijen is gegroeid over dat we hier eigenlijk niet uitkomen als we vasthouden aan de oude systemen, dat zie je. Ja. Dus wat ik heel erg hoop en waar ook echt perspectief op is, is dat die kanteling dusdanig zich voortzet dat na de verkiezingen een groen en progressief kabinet mogelijk is. Daar wil de Partij voor de Dieren natuurlijk aan meedoen. De keuze die wij dan zullen gaan maken in de formatie die dan gevoerd moet gaan worden, zal voor ons steeds afhangen van, nemen we een afslag naar echte duurzaamheid of blijven we doormodderen met symptoombestrijding? Als dat het is, ja, dan zal de Partij voor de Dieren niet mee kunnen regeren. Maar als we die koerswijziging inzetten, dan valt er met ons te praten over welke maatregelen doen we dan eerst, welk tempo. We hebben nog een probleem eigenlijk waarmee we zitten. We hebben de coronacrisis een beetje besproken en we hebben de klimaatcrisis besproken. Dus een beetje tussen die tijdspan in ligt ook nog een economische golf waar we een beetje bang voor zijn. We hadden al niet zo'n sterke positie in de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Maar het is er zeker niet beter op geworden. Nee. En een deel van die problemen is ook al ontstaan bij het afschaffen van de basisbeurs. Ja. We hadden het dilemma op het begin er al een beetje over. Het is voor jullie ook een moeilijke keuze tussen de veestapel en de basisbeurs. Maar wat vindt de Partij voor de Dieren? Komt de basisbeurs terug? Ja, zeker. Ja, we hebben ons altijd verzet tegen het afschaffen van de basisbeurs en het leenstelsel. Ik ben nog steeds verbaasd dat partijen die zichzelf een onderwijspartij noemen, dat daar steun aan hebben gegeven, terwijl ze niet eens door coalitiedwang in een kabinet gedwongen werden, maar gewoon uit zichzelf hebben ze voor dat leenstelsel gekozen. Maar goed. Je ziet gelukkig dat iedereen op zijn schreden terugkeert. En dat iedereen nu zegt, oh nee, dat leenstelsel hadden we niet moeten doen. Maar ja, je moet die schade natuurlijk wel repareren. Dus de basisbeurs moet terug. De studenten die er echt door geraakt zijn, die moet je compenseren. Echt investeren in onderwijs. Want ook daar hebben we weer twee soorten argumenten. De fundamentele, dat ik er echt van overtuigd ben dat een samenleving alleen maar fijn en goed kan floreren als je mensen toegang geeft tot onderwijs en ook daar dat rendementsdenken afschaft en niet alleen maar denkt, oké, welke studie gaat dan wat bijdragen aan de economie en dat je dan een student zo in dat malletje propt en je moet leren en dit gaat de economie helpen, dus je moet ook leveren. Ja. Maar meer ruimte en vrijheid, dus ook voor bijvoorbeeld de geesteswetenschappen. We hebben dat allemaal nodig. Je kan niet alleen maar sturen op de technische innovatie die de economie dan vooruit gaat helpen. Dus dat is heel fundamenteel. En dan is het ook nog eens economisch. Want als we toe willen naar een gezonde economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde, is investeren in onderwijs onontbeerlijk. Dus ook daar heb ik weer twee argumenten waar ik de rest mee om de oren ga slaan. Ja. Ja, en dan al die andere problemen natuurlijk nog. Hè? Dat de woningmarkt zo ongelooflijk ontspoord is, dat jongeren er niet meer tussen komen. Je hebt en geen baan en je hebt geen kans op een woning. Eigenlijk nu een beetje over hebben. De woningcrisis is denk ik een van onze. Zelfs als studenten loop je daar. Het eerste economische probleem waar je eigenlijk tegenaan loopt is, je kan geen kamer vinden. Je kan geen kant op. En we vroegen ons af, wat doet de Partij voor de Dieren concreet voor studenten binnen de woningcrisis? Nou, de woningcrisis moet acuut worden opgelost. Voor een deel kan dat door in steden de ruimte beter te benutten, te zorgen voor betere doorstroming, maar ook te zorgen dat de huren worden bevroren, want mensen kunnen nu gewoon geen huurwoning betalen. Dus zo proberen wij de woningcrisis op te lossen en
wat ook heel belangrijk is, is dat we jongeren, want die hebben vaak het meeste nadeel te ondervinden van die flexibilisering van de arbeidsmarkt, dat je mensen gewoon bestaanszekerheid biedt. We willen ook het minimum loon omhoog doen. Dus voor jongeren, of ze nou hoog zijn opgeleid of praktisch zijn opgeleid, iedereen moet voldoende inkomen hebben om de normale vaste lasten te kunnen betalen. En daar zijn heel veel dingen voor nodig. Maar de Partij voor de Dieren wil daar wel dat het komende kabinet daar echt flinke stappen in zet. We kunnen dat niet nog 4 jaar laten sudderen. Want je komt nu uit de collegebanken. Je zult nu een woning nodig hebben. Dus ja, in de steden de ruimte beter benutten. Zorgen voor doorstroming, bevriezen van de huren. Zorgen voor toegankelijk betaalbare woningen. En een betere positie op de arbeidsmarkt. Terwijl wij toen wij jullie partijprogramma hebben gelezen, kwamen heel veel dingen tegen. We kwamen, een van de grootste ideeën die we tegenkwamen was natuurlijk de veestapel inkrimpen met 75%. Ja. Dat is een heel groot deel van de Nederlandse industrie, is het exporteren van voedsel. En daarnaast kwamen we plannen tegen zoals de basisbeurs terug, een basisinkomen, bouwen van duurzame woningen. Dit kost allemaal bakken met geld. En daarnaast willen jullie toch een van onze grootste industrieën inkrimpen. Hoe gaan we dat financieren? Nou, er wordt vaak geschermd, hè, met Nederland verdient zoveel aan de landbouw, maar dat valt heel erg tegen. Waarom valt dat tegen? Omdat er heel veel kosten mee gemoeid gaan die niet in die prijs zitten. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de export van vlees en zuivel, daar verdienen we dan 10 miljard aan. Maar de vee-industrie kost ons maatschappelijk 6,4 miljard per jaar. En dan gaat er ook nog eens 1,6 miljard aan subsidie naartoe ieder jaar. Dus daar hou je maar 2 miljard over. Terwijl de veehouderij ook de helft van de grond in Nederland in bezit houdt. En er is een stikstofcrisis. Dus natuurlijk kost het even geld om die transitie te maken. Maar zowel voor de biodiversiteit als voor klimaat geldt dat hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt. Dus die investering die je nu moet doen om te zorgen dat we overschakelen naar een duurzame landbouw, die verdient zich makkelijk op korte termijn terug. Wacht je daarmee, dan lopen de kosten alleen maar op. En tegelijkertijd moet je natuurlijk investeren in een gezonde economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde. En dan zie je dat we bijvoorbeeld aan de diensten veel meer verdienen. 100 miljard per jaar. Terwijl die geen schade toebrengen aan dieren, natuur, milieu en de leefomgeving. Maar daar, en daar, komt, toch ook... en daar komt onderwijs natuurlijk ook weer bij kijken. Dus ook met je onderwijs zul je die investeringen waar ik het net over had, die zullen bijdragen aan de economie die wel houdbaar blijft. Dus zo zit die verschuiving in elkaar. Maar dat klopt absoluut dat we nu geld moeten vrijmaken om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Want naast u had het ook even over diensten. En in jullie partijprogramma staat ook dat de vermogensbelasting omhoog moet. Ja. Maar vooral dat multinationals in Nederland belasting moeten gaan betalen en dat de hoogste tarieven omhoog moeten. Ja. Wij vroegen ons af, zullen dit niet ook gevolgen hebben voor de banenmarkt? Als grote multinationals misschien uit Nederland weggaan omdat wij ze opeens hoog gaan belasten. Dat is ook iets waar studenten tegen gaan aanlopen misschien. Ja, nee, dat denk ik niet. Want ons programma verschuift inderdaad de lasten naar vervuiling en het onttrekken van schaarse grondstoffen. Dus wij verschuiven de belastingen naar de vervuiler. De vervuiler moet gaan betalen. En daarmee creëer je ruimte voor een verlaging van de lasten op arbeid, wat heel goed is voor de banenmarkt juist. Maar dan gaat de vervuiler toch alsnog die kant vertrekken dan? Nou, dat denk ik niet. Want we hebben allemaal het klimaatakkoord ondertekend. Alle landen. Dus je kan wel blijven zeggen, ja, maar als wij hier klimaatmaatregelen nemen, dan gaan ze weg. Maar andere landen zullen die klimaatmaatregelen ook moeten nemen. Maar dan moet er dus wel een Europees consensus zijn over dit soort hele strikte regelingen. Ja, en wie gaat er eerst? Dat is natuurlijk altijd het lastige. Ja, wie gaat er eerst? Dus ik ben niet bang voor het vertrekken van multinationals. Ik denk dat je ziet ook dat de werkgevers nu ook een beetje beginnen te schuiven. Hè, van oh ja, we zullen toch wat meer rekening moeten houden met klimaat en natuur. En meer met een verbeterde positie van mensen op de arbeidsmarkt. Dus je ziet dat zelfs bij de traditionele
gevestigde belangen het besef begint door te dringen van wacht eens even, maar het is gewoon reëel. We moeten allemaal aan dat klimaatakkoord voldoen. Dus ik denk dat er niet zoveel plekken zijn waar je naartoe zou kunnen vluchten. Ik zou het ook niet verantwoord vinden. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk dat we, nou ja, bijvoorbeeld de Europese markt, over protectionisme wordt vaak een beetje neerbuigend gesproken. Ik denk dat het heel goed is om je eigen markt te beschermen als je binnen Europa met elkaar zegt, wij gaan klimaatmaatregelen nemen, daar moeten onze bedrijven aan voldoen. En dan ga je natuurlijk niet aan de buitengrens de tarieven verlagen voor producten van bedrijven uit landen die misschien nog geen klimaatbeleid hebben ingevoerd. Dat is gewoon oneerlijke concurrentie. Dus die zogenaamde CO2-heffing aan de buitengrenzen van Europa, die hoort er ook absoluut bij. En dan denk ik, wat ik al zei, je ziet dat het grote werkgevers het nu al doen. Je ziet het in de landbouw ook. Daar zie je dat boeren nu al last hebben van de droogte. De gevolgen van de klimaatcrisis begint ook de werkgevers te raken. Dus die raken wel gemotiveerder om mee te bewegen. En ik ben er niet zo bang voor dat Nederland voorop loopt. Ik denk dat je juist kan laten zien wat er mogelijk is. En Nederland doet het op dit moment eigenlijk best wel slecht. Dus maar het is niet zo dat wij laten zien wat er nodig of wat er mogelijk kan zijn. Maar blijft natuurlijk wel echt een probleem als daardoor, als we toch eerder zijn en daardoor wel heel veel bedrijvigheid vertrekt. Ja, maar het is niet zo dat Nederland het beste jongetje van de klas is of zo. Dat is een ander ding waar altijd mee wordt geschermd. Maar Nederland bungelt gewoon onderaan de lijstjes met groene energie. We hebben de minste natuur. Dus Nederland doet altijd wel alsof wij een soort van heilig boontje zijn. En als we dan nog harder lopen voor het klimaat, ja, dan zijn we een soort gekke Henkie. Nederland doet het juist best wel slecht voor het klimaat. Okay. Dus wij lopen daar niet in voorop. Oké, okay. Ze mogen wel wat inhalen, zegt u. Ja. Oké, nou, we hebben het over drie grote crisis gehad. het is misschien een beetje een open deur, maar we zijn wel benieuwd bij welke van deze drie golven ligt nou eigenlijk jullie prioriteit? Noem ze nog eens. Ik heb zo zitten praten. De coronacrisis, een beetje op de korte termijn waar we nu mee zitten. Ja. Dan een economische crisis die daarna komt of misschien nu al bezig is. In ieder geval in de opzicht van jongeren. En dan tenslotte klimaat. Ja, klimaat. Ja, dat dacht wel. Ja, de problemen. Kijk, ik wil niemand bang maken. En ik zie het ook echt wel met hoop tegemoet. Maar dit is de grootste crisis die voor ons staat. Dus we kunnen ons wel blijven blind staren op de problemen van de crisis nu. Mm-hmm. En ik vind dat je die moet oplossen met vooral de belangen van toekomstige generaties op je netvlies. Van hoe zijn jongeren geraakt en wat moeten we allemaal bijsturen? En dat is heel veel. En de woningmarkt en het onderwijs en de banenmarkt. Zodat jullie een kans hebben. Maar als we alleen dat doen en niet de klimaatcrisis oplossen, dan zijn de problemen straks nog veel groter. Ja. Maar ik ben ook niet je kan het ook allebei tegelijk doen, hè? Je kan en voor de klimaatcrisis zorgen dat je goede maatregelen hebt en tegelijkertijd de huidige crisis gewoon verstandig proberen op te lossen. Ja. Daar hopen we op. Maar betekent dat ook dat jullie kosten wat het kost, klimaat voor laten gaan? Dat in principe, want dat is dus jullie prioriteit. Mag dat gepaard gaan met hoge kosten op de andere gebieden? Je zult het altijd in samenhang moeten bezien. Dus het oplossen van de klimaatcrisis hangt ook weer samen met het oplossen van de huidige crisis. Dus als je die steunpakketten inricht, kijk dan meteen, oké, wat hebben mensen nu nodig om de crisis door te komen? En wat draagt ook meteen bij aan de oplossing van die andere grote crisis die voor de deur staat? Ja. Dus ik ben een groot voorstander van zoveel mogelijk in samenhang kijken en de lange termijn voor ogen houden. En van daaruit kijken, wat moeten we dan op korte termijn doen om te zorgen dat mensen er wel doorheen komen en dat de perspectieven zich gaan openen voor jongeren. Ja. Verder zijn we ook nog geïnteresseerd naar, want ik denk dat dit is waar heel veel studenten en jongeren een beetje mee struggelen als ze in het stemhokje staan. Namelijk de buurmannen, welke partijen op elkaar lijken en daar een keuze in maken. Welke partij komt namens jou het meest overeen met de Partij van de Dieren? Ik denk dat partijen als SP en GroenLinks het dichtst bij ons staan. Mm-hmm. Qua duurzame aarde en sociale rechtvaardigheid. Dus je zult in een land als Nederland ook altijd met elkaar moeten samenwerken. En ik denk dat het goed is als de partijen die gaan voor een leefbare aarde en sociale rechtvaardigheid, dat die lekker groot worden bij de volgende verkiezingen. Ja.
Maar waarom dan niet gewoon fuseren met deze partijen? Als je dan toch een soort groter klimaatblok zou kunnen vormen in de Tweede Kamer. Omdat er ook verschillen zijn. En ik denk dat het heel gezond is. We wonen met 17 miljoen mensen in Nederland. Ongeveer 10 miljoen van die mensen heeft stemrecht. Dus 10 miljoen mensen moeten kiezen uit 10 tot 15 smaken, zeg maar. Ik zou het heel raar vinden als... Kijk nou naar Amerika. Dan kan je maar stemmen uit twee smaken. En kies uit twee smaken. En die verschillen eigenlijk ook nog eens niet zo van elkaar. De een is alleen explicieter in het neoliberalisme dan de ander. Dus ja, ik vind het al best beperkt als je maar 10 keuzes hebt. En ik denk dat het gezond is, ook voor de om elkaar scherp te houden, voor de ideeënstrijd. Dit jaar is het hoogste aantal partijen ooit. Nou, we gaan zien wat er van overblijft na de verkiezingen. Ja, oké, okay. Dat is misschien wel goed. Maar goeie, voor ja, een gezonde democratie is dat gewoon goed. Dat je... Ja. Er zijn, smaakjes. Ja, dat er verschillende smaken zijn. En neem GroenLinks en het verschil met de Partij voor de Dieren. Wij hebben bijvoorbeeld het energieakkoord toen niet gesteund, omdat we zeiden, ja, maar wacht eens even, daar zit biomassa in. Dat is dus het kappen van bomen en dat opstoken. Dat kan je op papier wel klimaatneutraal noemen, maar dat is het natuurlijk niet. Mm. En je ziet dat GroenLinks dat inmiddels met ons eens is, maar wij zijn daar wel de aanjager in geweest. Dus ik vind dat alleen maar gezond en natuurlijk... Als de verkiezingen geweest zijn, dan kijk je welke partijen staan er dicht bij ons. En ook nu al in de Kamer. Je steunt gewoon heel veel van elkaars voorstellen. Maar ja, je bent niet hetzelfde. En dat is denk ik ook wat Nederland mag verwachten. Dat er altijd goede, verse ideeën bij komen. Ja, duidelijk. En we hadden nog een vraag. Op wie zou je stemmen als je nu 20 was? Als ik nu 20 was, ja, wel Partij voor de Dieren natuurlijk. Ja. Maar volgens mij toen u 20 was, was het de Partij voor de Dieren nog niet, toch? Nee. Nee, dat klopt. Toen stemde ik GroenLinks. Want toen ging ik kijken wie doet het meest voor dieren, natuur en milieu. Wie komt het dichtst bij? Dus toen stemde ik GroenLinks. Maar toen de Partij voor de Dieren werd opgericht, dacht ik meteen, wow, dat is een goed idee. Ja, dit is voor mij. Ja. Ja. En gaat u dan ook op jezelf stemmen? Oh, nee, nee, ik stem, trouwens, nee, ik stem altijd op iemand anders op de lijst. En dat vind ik altijd heel moeilijk, want ik vind ze allemaal heel leuk en goed. Ja. Maar ik heb nog even om daarover na te denken. Dus waar andere mensen misschien denken, op welke partij zal ik stemmen? Denk ik dan, op wie van onze lijst zal ik dan stemmen? En ja, dat vind ik tot de dag van de verkiezingen zit ik daar dan op te kouwen. Ja, dus misschien moeten jullie gewoon een interne stemwijzer hebben, maar dan gewoon voor welke persoon je gaat stemmen. Ze zijn allemaal leuk en goed. Ah, ja. Ja. Oké. Dan hebben we nog één laatste vraag van het interview. En we hebben altijd een prijs voor deze vraag. Dus wie hem het beste beantwoordt. Maar we hebben ook... een prijs voor degene die hem het slecht beantwoordt, namelijk de Gebrek aan Zelfkennis Award. Okay. hoeveel zetels denk je dat jullie gaan krijgen? Oh, oké. Ik denk 8 tot 10. 8 tot 10, oké. Okay. Ja. Oké, okay, spannend. Nou, we komen bij je terug met de prijs. welke je zult krijgen. Heel goed. Ik ben niet zo competitief ingesteld, maar... Nee, maar de Gebrek aan Zelfkennis Award moet je toch niet krijgen, toch? Ik zou hem met trots ophangen. als ik 15 zetels haal, dat is toch fantastisch om zo'n award te krijgen van eigenlijk. Ja, dat zou ik. Ja, absoluut. Ja. Dus dat kan altijd nog weer leuk uitpakken. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt. Ja, jullie ook. Dat je bij ons... aan tafel wilde gaan zitten. Ja, was een heel leuk gesprek. Ja, ja, heel erg dank leuk. U wel. Dank jullie wel. En hou vol. We gaan kijken of het op de 15 zetels komt, zodat je hem op je bed kan hangen. Ja. Hey, en hou vol allemaal, want het valt echt niet mee met die coronamaatregelen voor jullie. Dus ik hoop dat het snel... Dankjewel. Ja, dat er snel weer wat normale menselijkheid voor jullie mogelijk is. Ja, ja, dat hopen we ook. Ja. Ja. Daar gaan we voor de komende tijd. Yes, heel goed. Dankjewel. Dank je wel.